Yo guys, Niels hier van Overcoming Obstacles. En vandaag een nieuwe techniek video, namelijk de voetklem. Volgens ons de meest efficiënte manier om je te verplaatsen via een verticaal touw. Check it out! Er zijn uiteindelijk verschillende stappen om tot de voetklem te komen. Stap 1. Pak met beide handen het touw boven je hoofd vast. Stap 2. Breng één been omhoog waarbij je knie aan de buitenkant zit en je voet aan de binnenkant. Stap 3. Kantel achterover waarbij je beide benen tegelijkertijd omhoog brengt. Terwijl je kantelt, vouw je met je ene voet het touw om je andere voet heen. Stap 4. De befaamde stap. Ga zitten op het touw door je knieën naar voren te kantelen. Tegelijkertijd hou je druk op je voeten, zodat het touw niet wegglijdt. Zorg er tegelijkertijd ook voor dat het touw zo dicht mogelijk richting je borst komt, zodat je eigenlijk het touw met je handen los kunt laten. Op onze locaties is altijd een rustbalk aanwezig, zodat je de voetklem kunt oefenen zonder dat je hoeft te hangen. Hey, vind je dit nou een tof filmpje? Laat dan even een duimpje achter. Help je ons ook weer mee? Vinden wij super gaaf. Dank je! Ondanks dat de voetklem misschien makkelijk lijkt, komt er best veel kracht bij kijken. Mocht je nou de kracht niet hebben of merk je dat een van de stappen moeilijker wordt, dan zijn er verschillende krachtoefeningen om uiteindelijk wel tot die voetklem te komen. Krachtoefeningen die handig kunnen zijn ter ondersteuning van de voetklem zijn bijvoorbeeld alle pull-up variaties. Ook hanging knee raises zijn erg handig, vooral als je die benen omhoog wil brengen. Daar komt de meeste kracht uiteindelijk vanuit de buik. Als je de voetklem onder controle hebt, kun je dit gaan toepassen bij verschillende andere hindernissen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende touwvariaties. En probeer eens een tweede klem te zetten. Lianen zijwaarts. Misschien wel de voetklem vanuit een zwaai, bijvoorbeeld in een Tarzanzwaai. Of vanuit een zwaaihindernis de voetklem in. Dit was de uitleg van de voetklem. Op ons kanaal vind je meer verschillende techniekvideo's. Ik zou zeggen, succes met oefenen en tot de volgende keer. Later!